Het was de onnavolgbare Mo Jones Big Band. We gaan naar de volgende uitreiking. Prijs voor de sporter met een beperking. De allerbeste in 2009. De man die hem uitreikt deed mee aan 4 Olympische Spelen. Bart Brentjes. Natuurlijk behaalde Bart Brentjes zijn grootste succes in Witbos 13 jaar geleden. Daar gaat Brentjes. Is dit de beslissende demarrage? 2 minuten en 50 seconden. En Brentjes weet dat. U zag Teunissen heel even, Gert-Jan Teunissen heel even meerennen met Bart Brentjes. En hier viert Brentjes al een klein feestje. Geweldig! Zijn erelijst is compleet. Wat moet dit een prachtig gevoel zijn. Ongelooflijk wat hij hier vandaag heeft gepresteerd. Dat was toen, maar ook nu nog is Brentjes een absolute topper in het mountainbiken. Tijdens zijn eigen Bart Brentjes Challenge in oktober van dit jaar was hij opnieuw de beste en werd hij Nederlands kampioen marathon. Hij heeft een nieuw achterwiel gekregen van zijn ploegmaat Jelmer Pietersma. Dus moet hij in de achtervolging op Vermeulen. En Brentjes komt uiteindelijk bij Vermeulen. Zit in de straten van IJzer. De sprint wordt ingezet tussen de tweetal. Brentjes zet als eerste aan en Vermeulen krijgt het gat niet meer dicht. Bart Brentjes wint zijn eigen wedstrijd. En dat op 41-jarige leeftijd. Bart Brentjes blijft dus een absoluut mountainbike fenomeen. En dat bewees hij ook nog eens dit jaar tijdens de wedstrijd in Australië, de Crocodile Trophy. Want daar werd hij tweede. Yeah, it was steep climbs in the beginning and dangerous descents as well. It was more slippery and at the end it was more dry. Dames en heren, hier is hij, Bart Brentjes. Toen is afgelopen, want het hoort erbij. Ik was aan het monteren, het filmpje dat we maakten over jouw carrière. Ik kwam in 1996. Ik kwam de Macarena nog tegen. Dat was het nummer van de 96. Weten we hoe lang dat is geleden? Hoe lang ga je nog door, Bart? Ja, want nu nog Nederlands kampioen marathon, hè? Ja, ieder jaar krijg ik die vraag weer. En ik vind het nog heel, heel leuk om te doen. En er zijn in het mountainbike een aantal hele mooie wedstrijden die ik eigenlijk nooit heb gedaan of nooit de gelegenheid heb gekregen om het te kunnen doen. Zoals de Crocodile Trophy dit jaar. Uh-huh. En ook voor volgend jaar wil ik toch nog een paar van die wedstrijden op mijn programma zetten. Dus ik plak er nog een soort van seizoen aan. Ik ga nog een paar wedstrijden rijden. Ja. Je hebt nu een eigen ploeg ook, hè? Hoe loopt dat? Ja, het loopt goed. We zijn gisteren voor de eerste keer bij elkaar gekomen allemaal. In Zwitser en Belgische renner zitten erbij. Ja, de sfeer in het team is goed. Dus de jongens zijn goed gemotiveerd. En we gaan half januari op trainingskamp naar Zuid-Afrika. En daar doen we de rest van de voorbereidingen. En het seizoen begint begin maart. Ja. Nu zei je Rabobank en Giant ook van goed, we gaan ook een beetje die kant uit. We gaan ook een ploeg beginnen. Is dat een probleem voor jullie? Nee, ik denk dat het alleen maar goed is als Rabobank in de mountainbike stapt. Toch weer wat extra sponsoring, wat budget in de mountainbike. Ik denk dat iedereen ervan kan profiteren. En ze richten zich voornamelijk op de opleiding. Dat doe ik in principe ook met het team, maar een beetje concurrentie is alleen maar goed. Ja, we zullen het zien. In ieder geval heel veel succes met je eigen carrière. Bent natuurlijk hier eigenlijk om de prijs bekend te maken voor de beste sporter met een beperking van 2009. Hier zijn de genomineerden, de beste sporters dus van afgelopen jaar. Judoka Marion Linsen uit Nederwiert beleefde eind mei haar grootste succes door in Denemarken de gouden medaille te pakken tijdens het Special Needs Judo Event, het officieuze EK Judo voor sporters met een beperking. Marion nam deel als lid van judoschool Shintai uit Nederwiert, waar ze ook als trainster actief is. Omdat Linsen deelnam in een Olympische klasse bestaat de kans dat de NOC-NSF en de Judobond haar naar de Paralympics in Londen van 2012 zullen sturen. Zitvolleybalster Jolanda Slenter uit Margraten is al jaren het boegbeeld van het Nederlandse zitvolleybalteam. Dat de ereprijzen aan één reikt. Daarop was dit jaar opnieuw geen uitzondering. Tijdens het EK was Oranje opnieuw ongenaakbaar en pakte het de gouden plak. Met haar Belfeldse ploeg Holyoke pakte ze dit jaar ook de bronzen plak in de competitie. Rol
rolstoeltennister Sharon Walraven uit Brunsum wilde dit jaar eigenlijk bijkomen van haar Paralympische gouden plak van Beijing. Maar aan haar resultaten te zien is daar weinig van terechtgekomen. In het enkelspel wonnen ze de toernooien van Italië en Zwitserland. En daarnaast pakten ze zilveren plakken in Zuid-Korea, Japan, Frankrijk en België. Walraven blijft dus internationale top en aan haar nieuwe hobby te zien niet alleen in de tennis. Want sinds deze zomer is ze ook actief op de skipiste. U weet het, we gaan hem uitreiken, de prijs Bart Brentjes met de envelop voor de beste sporter met een beperking 2009. De categorie sporten met een beperking voor het jaar 2009 is geworden Sharon Walraven. Dankjewel Bart. Wil je nog iets zeggen tegen Sharon? Nou, ik weet dat ze vorig jaar bij het Olympische Spelen al hele mooie prestaties heeft behaald. En als je dit jaar dan weer sportvrouw met een beperking van het jaar wordt, dat is klasse als je dat resultaat kan doorzetten. Oké, mooie woorden van Bart. Sharon, want dat is een beetje de vraag die ik eigenlijk voor je heb. Vorig jaar was eigenlijk de gouden medaille waar je zo lang op gehoopt had, zo hard voor gewerkt had. Hoe vind je dan toch de motivatie om in 2009 nog een keer een aantal goede prijzen te winnen? Nou, ik zal eerlijk zijn, dat was niet makkelijk. En ik heb eigenlijk wel een beetje het zwarte gat wel gezien naar Peking. Ik had een operatie aan mijn arm. En daarna dacht ik, ja, wil ik dit nog wel en kan ik het nog wel? En eigenlijk begon ik het tennissen zo erg te missen. En toen ben ik wil gewoon door. En ik denk ook weer dat ik er heel veel plezier in heb. En het was niet het makkelijkste jaar, absoluut niet. Ik heb gebroken met mijn coach. En ik ben dus met een heel nieuw team verder moeten gaan. Dat is absoluut niet makkelijk. Maar ja, het bleek wel dat het gewoon goed was. En dat ik gewoon weer de motivatie heb en absoluut het plezier om weer voor Londen te gaan. Ja, en daar ook weer voor medaille te gaan. Gesproken over Londen, we zagen je ook op de skis. Vancouver is over een aantal maanden. Kunnen we die niet meer meenemen? Nou, ik vind skiën echt enorm leuk. En het was voor mij eens heel apart om gewoon ook weer eens een sport te doen. Die eigenlijk niets met mijn tennis te maken heeft, waarin ik zoveel plezier heb. En ja, dat skiën, dat is gewoon absolute ontspanning. En ja, ik probeer minstens één keer in de week te gaan. Dus ja, maar ik hoorde wel dat je heel goed was. Ik vind het heel erg leuk. Dat er meer in zat, had ik het zo zeggen. Ja, weet je wat het is? Alle sporten die ik doe, wil ik winnen. Dus ja, dat zit toch een beetje in me. En dan wil ik ook graag zo snel mogelijk, zo goed mogelijk worden. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk. Dus Prima. We zullen zien waar het toe leidt. Hè. Ook voor jou betekende dat heel veel stemmers thuis jouw naam hadden ingevuld op het formulier. Die zitten daar op dit moment. Je kunt ze bedanken. Ja, ik wil absoluut de stemmers dit jaar bedanken. Ik denk dat de prijs voor mij dit jaar enorm veel betekent. En absoluut een stimulans om verder te gaan. En ja, ik heb het plezier weer gevonden om te sporten. En absoluut de motivatie ook om door te gaan. En absoluut allemaal bedankt. En ook mijn sponsors DSM en SGL die ook weer in me zijn blijven geloven. En ook met me meegaan tot Londen. Dus tot volgend jaar. Na die kleine commercial break zou ik bijna willen zeggen, tijd voor muziek. Zij werd bekend door het hitprogramma Op zoek naar Evita, waar ze de finale haalde. Daarna speelde ze in Les Miserables en nu zit ze onder andere een theatertournee mee bezig, liedjes van Wim Sonneveld te vertolken. Doet ze samen met Siep van der Ploeg bijvoorbeeld van De Kast. Vandaag zingt ze een dialect en ze wordt begeleid door een man die ik niet meer aan u hoef voor te stellen. Op piano, G. Reinders en onze eigen musicalster Suzanne Segers. Zwesten golven op het strand, zwesten zachte fluister, zwesten storm over ons land. Zwesten cello in dat tweede minuet, zwesten vuur dat brandt.
zwerst in een lach in het duister, zwerst het klappen van een hand. Al deze geluiden hebben mij geraakt en mij doet mij gemaakt. Het liedje van mijn leven vergeet geen klank, dat blief altijd bij mij, mijn gans leven lang. Na elk nu couplet ken ik nooit meer terug, maar ik heb zo'n mazzel. Want het liedje van mijn leven is een lied van geluk. Zwestien kusje op het ijs in de sneeuw. Zo was het slaan met een deur. Zo was ik tien hart heur kloppen. Zo was het derde deel in S mineur. Al die geluiden hebben mij geraakt en mij doet mij gemaakt. Het liedje van mijn leven vergeet geen klank. Dat blief altijd bij mij, mijn gans leven lang. Na elk nu couplet ken ik nooit meer terug, maar ik heb zo'n mazzel. Want het liedje van mijn leven is een lied van geluk. Soms, als toen ik niet geschoren heb, hoor ik mijn wang schuren over die gezicht. Zo'n lief geluidje koester ik, want dan wil ik mij zo dicht bij je dicht. Het liedje van mijn leven vergeet nooit de klank, dat blijft altijd bij mij, mijn gans leven lang. Na elk nu couplet ken ik nooit meer terug. Maar ik heb zo'n mazzel. Want het liedje van mijn leven is een lied van geluk. Volgens mij heb ik mazzel. Want het liedje van mijn leven is een lied van geluk. Ik weet niet hoe zijn mensen, maar het is een kippenvel moment tussen G en Suzanne. Ja, G, en het is een gelegenheidskoppel, toch? Het was voor het eerst zelf geschreven, voor het eerst opgetreden vandaag samen. Ja. Dat smaakt naar meer. Dat smaakt naar meer. We hebben in januari weer een afspraak, gaan we weer een nummer schrijven. We hebben net zelfs weer een liedje geschreven. Dan meen je dit. Ja. Zo snel gaat dat. Ja. Dat misschien voor in de pauze, dames en heren, Suzanne. Ja. Suzanne, jij bent een echte sportfanaat, hè? Ja, ontzettend. Iedere zondag om 7:00 zit ik voor de buis. Jazeker, bord op schoot. Maar nou heb ik me laten vertellen, als Melikse, daar zit veel zwemtalent. Ja, was jij nou een zwemster? Ja, ik werd een motormuis genoemd vroeger in het zwembad. Motormuis? Ja. Ja. Daar is weinig van terechtgekomen later, als het gaat om zwemmen. Ja, ik ben maar gaan zingen. Maar gaan zingen. Gelukkig maar. Want je maakt alle mensen blij met die zang. Hartelijk dank voor jullie fantastische optreden. Zullen jullie straks terug nog één keer, dames en heren. G. Reinders en Suzanne Segers. En dan gaan wij naar de prijs voor het beste sporttalent van de provincie Limburg. Het is een mooi moment om een hart onder de riem te steken van een van Nederlands grootste racetalenten. Crashte dit jaar, reed met 200 km per uur tegen een boom aan met zijn motor. Als hij niet zo gespierd was geweest, dan was het misschien nog wel veel erger afgelopen. Hij is vandaag wel hier, maar er is wel een einde gekomen dit jaar aan de racecarrière van nummer 37, Joey Littjes. But roses are meant to be red, and violets to be blue. Why is it my heart? Waarom heb je het zo moeten gaan? Waarom ik, weet je wel? Als je bestil staat, dat is niet normaal. Maar ik hoorde wel van een collega hier uit Limburg, ook een coureur, en die zei gewoon, ja, die kan niet meer leven, die is dood, dat kan gewoon niet.
rekenen voor een spontaan herstel 1 tot 1,5 jaar. Ja, er zijn ook een echte weken geweest dat ik echt helemaal in dip zat en alleen maar thuis naar het plafond zat te staan, zat te huilen en te huilen en te huilen. Duwen, 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 duwen. Juist. En kom maar. Dat zal echt niet met een jaar zijn of 2 jaar, maar ik praat ook over een aantal jaar. Dat maakt niet uit, ik verleer het toch nooit. Dus ik zit nu op de fiets en doe ik al net alsof ik het race ben. Ja. Dan gaat hij over Sven Anendorp heen en Leedjes dus als eerst over de finish. Een geweldige zegen voor de man uit Amerika in Spa-Francorchamps. De winnaar is Julie Leedjes! Er zijn verschillende profclubs die Joey graag in hun team willen hebben. Joey Leedjes begon zijn carrière op 9-jarige leeftijd in de pocketbike. Als hij 11 is, mag je bij hoge uitzondering meedoen met de grote jongens. Joey Leedjes uit Amerika wordt daarmee de jongste coureur ooit die op een 125cc motor in Nederland heeft gereden. De opstap is misschien wel wat goed, maar de langzaam opbouwen, daar leer je mee en veel trainen. Dat is heel belangrijk. Als Joey 16 is, krijgt hij loon aan werken, want hij krijgt een Grand Prix licentie. Ik zat toevallig in de trein en ik werd gebeld. Ik kreeg in één keer te horen eigenlijk van mijn eigen team, ja, teambaas dan van, ja, je hebt een Grand Prix staan. Joey gaat in 2006 als jongste Nederlander ooit rijden voor het wereldkampioenschap. Maar hij moet wel nog even eindexamen doen. Ja, ik draai gewoon heel graag, dan mag ik gewoon wat gaan draaien. Ja, dan geven we gewoon opdrachten waar we punten mee kunnen ophalen. Trots. Ja, ik vind het wel leuk. Zo iemand in de klas zit. Dus ben je wel een beetje trots? Ja. You can be who you wanna. You can be who you wanna be. Met de keer gaat het beter. Ik laat me niet zo uit het veld staan. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik blijf gewoon niet hopen, maar gewoon blijven knokken totdat ik... Ja, eigenlijk ja, terug ben, wil ik niet zeggen, maar in ieder geval wel weer mijn ding kan doen. En ik geloof erin dat dat echt wel gaat gebeuren. You can be who you wanna. You can be who you wanna be. Nou, dames en heren, de belangrijkste man van het gala dit jaar, Joey Leedjes. Joey, mooi dat je er bent. Net terug uit Italië, 4 weken gerevalideerd. Hoe is het? Ja, goed. Alleen dan kom je terug en dan zie je zo'n beeld. En denk ik, Dat doet pijn toch? Hè? Ja, dat is even slikken. Ja. Dan krijg je het best wel warm van, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd het jeukt en dat is positief, denk ik. En, ja, in Italië is supergoed gegaan. Ik ben echt tevreden. Ik ben blij dat ik ben gegaan. En ja, super. Ja. Het gaat de goede kant op. Nu had je 4 weken geleden nog fanclubdag in Amerika. Kwamen nog een hoop mensen opdagen. Nou, was best druk, ja. Was ook erg gezellig, moet ik zeggen. Ja? Ja, en daar haal je toch een hele hoop energie, een hele hoop motivatie uit? Ja, zeker. Maar dan zit je op de heenweg naar Italië en lees je een boekje waar iedereen in heeft geschreven. Ja, dat is zo confronterend. Dan weet je, dan trek je het gewoon niet meer en dan wordt het gewoon te veel. Maar tegelijkertijd een dag daarna denk ik van, ah, kom op, man. Ik bepaal zelf wat ik kan en wat ik niet kan. Ja, zo simpel is dat voor mij. Ja. En nu, je toekomst? Ah, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik ben nu druk met mezelf bezig. En ik denk dat dat wel belangrijk is, dat ik op dit moment genoeg aan mezelf denk. Maar op zich, ja, moet ik me dan nou wat drukker maken. Mijn gezondheid is op dit moment veel belangrijker. En, ik wil 80% herstellen en dat gaat mij gewoon lukken. Ja. Dus, fantastisch in ieder geval wel dat je hier bent, Joey. Ook mooi dat je de prijs uitreikt aan het talent, hè, de toekomst. Van Limburg op sportgebied. Laten we even kijken naar de genomineerden, de beste talenten van Limburg 2009.